Vandaag ga ik samen met mijn compagnon Rob even 20 vragen beantwoorden die ingestuurd zijn door onze community en teamleden. Dus laten we kijken wat eruit komt. Nou, die vraag wordt vaak gesteld. De inkomsten van de abonnementen geven natuurlijk een stabiele basis, maar netto onder de streep verdienen we het meeste geld met investeren. Zo hebben we de afgelopen anderhalf jaar meer dan 250% aan rendement gemaakt. En ja, daar is niet heel veel vermogen voor nodig om dan meer te verdienen met het investeren dan met de community zelf. Ja, kijk, Bitcoin zou natuurlijk naar nul kunnen gaan. Er zijn best wel wat risico's waar sommige mensen op anticiperen, zoals bijvoorbeeld de vooruitgang van quantum computing of dat er één persoon is die het grootste gedeelte van de miningkracht kan overnemen. Maar dat risico is in mijn opinie niet heel groot. Ja, wat er met What's Next zou gebeuren, we zouden denk ik gewoon doorgaan met investeren, alleen dan de nadruk leggen op andere sectoren. Geld kun je namelijk overal verdienen en in elke markt. En toevallig zitten wij voornamelijk in crypto, maar dat hoeft niet uit te maken. Nou, ik weet er wel eentje. Een aantal jaar geleden toen hadden we een kans om te investeren in een project. En dat heette Concordium. En toen waren er een aantal gasten die hadden een private equity deal opgezet. En toen waren wij echt super enthousiast om hierin te investeren. Nou, Rob en ik die gingen beide best wel diep in dit project. En ik had er zelf 10.000 in gestopt. En letterlijk op de lancering, op dat moment, daalde het project met 90%. En daarna is hij nooit meer teruggekomen. Dus toen investeerde ik 10.000 en ik heb het nog nooit zo snel zien verdampen. Dus dat is wel echt, ja, wat mij betreft, was dat de grootste blunder. Ja. Ja, die doet wel pijn, hè? Ja, ik zit er nog even over na te denken. Ja, die was zeker pijnlijk. Ik had er wel iets meer dan 10.000 euro in zitten. Ja. Dus ja, en ook voor de eerste, tweede ronde deed ik al mee. Ja, daar heb ik denk anderhalf jaar op zitten wachten. En die leek een keer 30 keer 40 te zijn en dat viel gewoon echt zwaar tegen. Nee, ja, dat is gewoon de belofte die je vaak ziet op het internet. Van iedereen kan starten met 10.000 euro per maand verdienen, 500 euro per dag. En dan ga je na. De meeste mensen die aan worden gesproken op het internet hebben niet een vermogen dat, stel ze zouden 5 à 10% per maand maken, dat ze uit kunnen komen op een bedrag van 500 euro per dag of 10.000 euro per maand. Dat is gewoon, in onze opinie is dat gewoon puur marketing van oké, dit is een lekker bedrag voor mensen, zodat ze het leven kunnen leiden wat ze willen, maar niet realistisch op basis van belegd vermogen en het rendement dat haalbaar is. Ja, ik denk dat je eigenlijk altijd wel moet investeren. Ze zeggen, als je je geld niet voor jou laat werken, dan werk je voor je geld. En dat is letterlijk wat je doet uit een baan of onderneming. Dus je moet wel manieren vinden om je geld aan het werk te zetten. En ja, daar zijn gewoon heel veel methodieken voor. Aandelen, crypto, vastgoed. Sparen is niet heel rendabel. En wij hebben ons met name gefocust op het crypto, op de cryptomarkt, omdat dat toch de meeste rendementen biedt. En als je jong bent, dan durf je daarin toch iets meer risico te nemen dan wanneer je richting je pensioengerechte leeftijd zit en meer je vermogen wil beschermen en de mensen goed achter wil laten. Ja, ik denk dat iedereen wel moet investeren. Je moet je geld aan het werk zetten, anders dan moet je werken voor je geld. Of dan doet de bank dat, hè? Die accepteert lekker je geld en dan mag je zetten zij het voor je aan het werk. En misschien leuk om daaraan toe te voegen, als je niet investeert en de rente is nul, verlies je eigenlijk elk jaar het ongeveer 3,2% aan vermogen, aan koopkracht. 1,2% effectief belasting gemiddeld genomen en 2% gemiddeld inflatie. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk nog veel meer geweest. Dus heel veel mensen zeggen, beleggen kent risico's, maar eigenlijk is niks doen ook een risico. Omdat je elk jaar 3,2% gemiddeld genomen armer wordt. En dat weten we, dat de S&P 500, dat zijn de 500 grootste Amerikaanse aandelen, vanaf 1950 tot en met nu gemiddeld 8 tot 10% per jaar doen. Dus ja, naar onze mening is het eigenlijk gewoon dom om de financiële markten helemaal links te laten liggen. Ja, ik denk zelf dat dat het recente memecoin seizoen was op Solana, waar je echt een gigantische escalatie zag tussen hoe grof ze maar projecten konden maken. Dus ik ga niet alle woorden zeggen die ze daar gebruikt hebben als memecoins, maar dat resulteerde op een gegeven moment in een memecoin, die heette Slurf. En toen heeft iemand per ongeluk alle funds die ze hadden opgehaald, meer dan 10 miljoen, naar een verkeerd adres gestuurd en toen is hij dat kwijtgeraakt. En juist omdat hij dat was vergeten, schoot die memecoin dwars door het dak heen. En toen dacht ik echt van oké, dit is het toppunt van alle memecoins.
Ja, en dat is natuurlijk lastig uitleggen ook aan mensen dat crypto de toekomst heeft als dat soort dingen gebeuren. Ik denk de meeste impact, of het meest gekke wat ik heb zien gebeuren, is dat hoeveel mensen er ook opgelicht worden in de zin van hacks. Ik ben zelf ook een keer gehackt, mijn e-mailadres was toen gehackt, daar stond mijn paspoort in. Dat hebben ze met AI soort van geëdit en de exchange heeft dat gewoon toegekend dat het, ja, dat het vermogen vrijgegeven kon worden. Dus ja, daar was ik persoonlijk ook wel van geschrokken. Ja, dus daarom let goed op je veiligheid. Want we hebben echt zoveel verhalen zien langskomen van mensen die dan niet goed letten op hun veiligheid. En dan, ja, dan raken ze soms echt tienduizenden euro's kwijt. Maar als je de juiste stappen implementeert, dan hoeft dat helemaal niet te gebeuren. En dan is het zo eng. Ja, daar worden ze wel echt brutaal in manieren die gevonden worden om mensen op te lichten. Soms gewoon in het Nederlands opbellend, goed sprekend. En zeggen, ja, je wordt op dit moment gehackt. En blijf rustig, je moet deze stappen uitvoeren om je geld veilig te stellen. En mensen raken toch in paniek, omdat ze, ja, er staat gewoon veel geld op zo'n account. Dus ja, daarin moet je wel echt voorzichtig zijn. En daar zijn we ook continu mee bezig om te proberen, ja, dat mensen niet die fouten maken. Dat ze niet in de val vallen voor dat soort hackers. Ja, dat is de classic natuurlijk. Op het moment dat wij echt zeggen tegen de community van joh, dit is het moment om in te stappen, dan geeft niemand erom. En op het moment dat alles aan de top staat en ze hebben net van al hun vrienden gehoord hoeveel rendement je kunt maken, dan vinden mensen het pas interessant. Dus soms dan kan het net zo voelen als je precies op het juiste moment wilt instappen en de markt zit op een bodem, dat dan niemand naar je wil luisteren. En vervolgens dan is de markt al gestegen, stappen toch weer heel veel mensen in en dat blijven we maar zien. Dus dat vind ik zelf. Nou, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ja, precies hetzelfde. Het meest frustrerende van het runnen van de crypto community. Ja, mensen refereren de prijs aan het succes. Dus hoe hoger het staat, hoe meer successen naartoe kennen. Terwijl het jou als slimme belegger wordt juist zo goedkoop mogelijk koop. Dus eigenlijk kopen wanneer het bloed door de straat heen loopt. En dat blijft moeilijk om uit te leggen en is ook gewoon frustrerend dat je dan niet de mensen bereikt die je wil bereiken, terwijl het eigenlijk, ja, de beste kans zich dan voordoet. Dat zijn er ook wel wat. Ja. Valse rendementen, strategieën die niet werken, toch verkopen, affiliate marketing, puur exchanges pushen voor, ja, voor geld, waar de community, waar klanten helemaal niet bij gebaat zijn. Ja, hacks, scams, dat heb je nog meer. Ja, kijk, ik denk gewoon dat er heel veel aanbieders zijn in de markt die het belang proberen te verstoppen. Dus dan gaan ze bepaalde producten aanbieden waar eigenlijk de mensen die het afnemen, die zijn dan het product. En dan hebben ze, ja, ik heb de gekste dingen die langskomen, strategieën die niet werken, mensen die überhaupt niet konden traden, mensen die zeiden dat ze miljoenen verdienden, maar vervolgens helemaal gewoon letterlijk niet eens consistent kon traden. Ja, dan heb je nog de affiliate marketing mensen, je hebt mensen die, ja. Ja, ik denk, ik vind het soms ook wel eens lastig van, het lijkt wel, als je de grootste belofte hebt of de dikste auto, dan trek je de meeste klanten aan. Dat mensen toch denken van, hij gaat mij helpen met het behalen van succes. Dus er zijn gewoon mensen die huren, die leasen een auto en die trekken op die manier veel klanten aan. Terwijl dat, ja, de achterkant of de strategieën, die werken gewoon niet. Daar ligt de focus niet op. Het is gewoon puur een mooie belofte maken, laten zien hoe goed het met je gaat, zogenaamd. En ik denk oprecht dat een hele hoop mensen ongelukkig maakt in de weg naar succes, de echte weg naar succes. Ja, eigenlijk is het ontstaan omdat Rob en ik bezig waren met investeren. Toen deelden we gewoon onze trades en onze verbindingen die deelden we op Instagram. En ja, de cryptomarkt ging toen zo hard dat er heel veel beginners naar de markt toe kwamen. Rob die had toen een WhatsApp groep opgezet en dat heette dus de What's Next Community. En daar wilde hij eigenlijk een groep mensen bij elkaar houden om te sparren over nieuwe ideeën in de cryptomarkt. Maar toen zag je eigenlijk al van dat heel veel mensen die beginnen, beginnersfouten maken. En eigenlijk nog helemaal niet zo goed wisten hoe alles werkte. Dus vanuit die drang dat zoveel mensen op zoek waren naar goede betrouwbare informatie, is uiteindelijk de community gestart. Ja, het was eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen hobby. Het was gewoon hobbymatig dingen delen op Instagram, omdat het via WhatsApp niet meer te doen was qua hoeveel vragen het waren. Plus als ik nu tegen jou zeg van oké, je moet dit kopen en ik kom je op de voetbal weer tegen, was ik dat soms vergeten. Dus ik dacht ook van ja, één centrale plek, daar ga ik alles delen en voor de rest hoef ik geen appjes meer te hebben over crypto, want dat was gewoon niet te doen. En dat groeide eigenlijk binnen no time naar meer dan 8000 volgers.
Ik denk Bitensor toch wel. Eigenlijk gewoon puur door te investeren in een goed netwerk. Een slimme jongen leren kennen, David. En die zei van oké, dit is wel echt de toekomst van AI. Dit is decentraal, dit is sneller, dit is slimmer, dit is schaalbaarder. En hij kon dat zo duidelijk uitschrijven waarom hij daarin in investeerde. En het was nog vroeg, de waardering was niet hoog. Het stond nog op weinig exchanges. Daar zaten we op $27.50 in. En dat is op zijn top is dat naar 1000 gegaan. En staat nu rond de $300. Dus nog steeds een meer dan een keer 10. Daarvan durf ik wel te zeggen dat dat mijn beste investering is geweest. Correctie, het was $770. Maar in ieder geval, dat was een ongeveer keer 30. Dus ja, dat is wel de beste investering geweest die ik heb gedaan. Ja en nee. Kijk, in een praktische zin is investeren natuurlijk, je belegt in een bedrijf, het bedrijf groeit en voegt waarde toe en daar kan je dan van mee profiteren. Maar wat me wel tegen zit, is dat vaak in het traden en helemaal ook in de cryptomarkt traden of ja, forexmarkt traden, dat er soms een situatie ontstaat waarin jij verliest en een ander wint, of waarin jij wint en een ander verliest. En dat vind ik soms wel lastig. En ja, daarom vind ik het belangrijk om op een goede manier te navigeren. Maar uiteindelijk kiest iedereen er zelf voor om te investeren in de markt. En wilt iedereen hetzelfde en dat is winst maken. Dus als jij nou beter bent dan een andere persoon in het verdienen van geld in de markt, dan vind ik niet persoonlijk, vind ik niet per se dat je daar zelf snap over. Ik vind het niet echt egoïstisch. Ja, aandelen zie ik eigenlijk meer gewoon als meeleven op de wereldeconomie en dat een klein beetje beter proberen te doen. Soms de losse aandelen te kopen. En met crypto, ja, dat is eigenlijk, zie ik meer gewoon als een spel waar je elke dag gewoon beter in wil worden. En waar we mensen mee helpen om daar ook beter in te worden. Dus is het egoïstisch? Het investeren op zichzelf misschien wel de manier waarop wij het doen. En het beste uit onszelf elke dag en dus ook uit onze klanten proberen te halen, is alles behalve egoïstisch. Ja, dat is toch wel een vraag die we vaak krijgen. En het antwoord is dan heel lullig vaak. En dat is dat voorkomen beter is dan genezen. Maar op het moment dat je geld verliest, dan raad ik ook echt aan iedereen ook aan om echt even de tijd te nemen om voor jezelf helder te hebben wat er nou precies fout is gegaan. Want heel vaak zien we wel dat mensen het leergeld betalen. En dat hoor je dan vaak terugkomen. Ik heb leergeld betaald, maar daar hebben ze er niet van geleerd. Dus dan maken ze gewoon dezelfde fouten. Dus als je dat bedrag verliest, ga voor jezelf na welke fouten je nou precies hebt gemaakt, zodat je ze ook daadwerkelijk kunt voorkomen in de toekomst. Zodat je niet onnodig leergeld aan het betalen bent en daarna nog steeds dezelfde fouten maakt. Dus ja, kijk wat de fouten zijn gegaan, kijk wat je kunt verbeteren en besef ook gewoon dat je op dat moment de beslissing hebt gemaakt met de informatie die je op dat moment had. En dat je probeert voor jezelf altijd de beste beslissing te maken. Want ja, uiteindelijk is dat hetgene wat je doet en je zult nooit alleen maar perfecte beslissingen maken. En mensen gaan het vaak ook revenge traden of revenge investeren. Stel ze zijn van 100.000 naar 50.000 gegaan, denken ze, als ik weer op die 100.000 sta, dan kap ik ermee. Dan heb ik geen verlies gemaakt. En vervolgens gaat het van 50 naar 30 naar 20 en komt het niet meer goed. Dus mijn advies zou eigenlijk zijn van oké, zet je basis goed. Begin met wat ETF's, ga dat maandelijks inkopen. Doe wat BTC en Ethereum, Bitcoin en Ethereum. En zet gewoon de basis strak en ga vanuit een hele simpele, makkelijke strategie verder. En ja, eigenlijk gewoon een strategie waar niet al te veel emotie bij komt kijken. Ja, persoonlijk is mijn doel om in de komende 10 jaar minimaal 20 miljoen aan assets te hebben. En dan in de vorm van vastgoed, crypto, aandelen en bedrijf. En natuurlijk gewoon met liquide middelen. Dus ja, daar werk ik gewoon elke dag naartoe. Ja, voor mij is het doel niet per se geldelijk, maar ja, vrijheid en rust. Dat is eigenlijk waar ik elke dag voor aan het werk ben en wat ik wil bereiken. Dus het is niet van ik moet 5 miljoen hebben, dan ben ik gelukkig. 10 miljoen hebben, dan ben ik gelukkig. Het gaat denk ik meer om 10.000 euro waar ik echt niks voor hoef te doen in de maand, dat elke maand binnen kunnen krijgen, daar, ja, dat is een doel voor mij. En dat is denk ik een heel haalbaar doel om te realiseren. Wat zou je doen als je 10k per maand verdient passief? Ik denk hetzelfde als nu, gewoon lekker ondernemen, ja. Investeren en dat wel blijven doen. Ik zou niet heel veel veranderen aan mijn levensstijl, maar het idee dat je dat niet meer hoeft, ja. dat is wel lekker. En dat kan ik nu nog niet in vanuit passieve inkomsten, omdat het ja, bijna alles wordt in goede aandelen in crypto die niet per se passief inkomen genereren. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon actief naar passief.
Ik geloof dat mijn eerste investering, die was in 2017. En toen begon ik met geld, geld overzetten naar crypto toe. Want ik wilde een aantal munten wilde ik kopen. En toen deed ik dat via een website, Anycoin Direct was dat toen. En toen kocht ik Stratus. Ik weet niet, heb ik nu ooit wel gehoord? Nee. Ja, ja. Stratus, die kocht ik voor $30 of zo. En dat gebruik ik dan om mijn geld over te zetten naar Binance. En dat ging allemaal heel omslachtig nog. Maar dat is dus uiteindelijk mijn eerste investering geweest. Jij hebt Binance nog meegemaakt als eerste investeren? Nee, via Binance, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, mijn eerste investering was ik 14 op plus 500. Door mijn broer was ik daarmee eigenlijk begonnen, een demo-account aangemaakt. Dat ging van 20.000 naar 500.000. En ik dacht met 14 jaar, ik heb het helemaal door. Ik hoef niet meer te werken. Dat komt goed. Dus ik mijn geld erop gezet, was €500. Maar ja, ik was 14, dus ik verdiende zo'n €3,50 per uur. Dus daar moest ik een aantal uurtjes voor werken. En dat ging binnen een uurtje, anderhalf uur, ging dat van 500 naar 900. Dus ja, ik was hooked en ik zat te eten. Maar ik zat met, denk leverage, 100, 150 zak in olie. En dat ging binnen nood aan, ging dat van 900 naar 0. En daar moest ik toen, was ik heel de zomervakantie 40 uur in de week voor aan het werk. Dus daar 3 nachten wakker van gelegen, maar vanaf dat moment wel, dat ik dacht van oké, hier kan ik gewoon serieus veel geld mee verdienen. En is die obsessie eigenlijk geboren, ondanks het verlies. Ik begon als een jonge gokker. Ja. De jonge oliehandelaar. Ja, als je van 20.000 naar 500.000 gaat. Ja. Ja, ik denk dat dat komt vanuit de cultuur die je zet. Dus wat we soms zien langskomen is dat in communities de ervaren beleggers, dat die bijvoorbeeld hun winsten aan het delen zijn. En soms dan kan dat inspirerend werken, maar heel vaak werkt dat meer als FOMO. En op die manier heb je dan juist geen goede omgeving voor nieuwe mensen om in te stromen, omdat ze zich helemaal niet goed voelen om überhaupt te kunnen praten of te kunnen delen wat voor winsten ze maken. En ja, ik denk dus dat als je echt een goede balans wil hebben tussen beginners en ervaren, dat je je ego aan de kant moet zetten en dat dan de ervaren beleggers uiteindelijk kunnen inzien dat iedereen met beginnersvragen zit en dat zij ook ergens begonnen zijn en dat ze op die manier mensen verder helpen. Dus wij zien ook bij ons in de community heel vaak gebeuren dat de wat meer ervaren leden, dat die heel vaak dus de mensen helpen, omdat ze 2 jaar geleden, 3 jaar geleden misschien net precies in de schoenen zaten. Ja, ja. En we maken zelf ook fouten. Hè? Mensen kunnen 1-op-1 ons portfolio volgen. Dus ze zien ook wanneer het bij ons fout gaat. Dus we lichten ook alles toe van oké, dit gaat fout. En ja, dat geeft ook gewoon ruimte aan mensen om vragen te stellen. Omdat ja, als je de financiële markt perfect zou doen, dat is gewoon onmogelijk. Je maakt altijd fouten en je wilt het beter doen dan de rest. Maar fouten maken horen erbij en dat, door dat gewoon toe te geven, merken we ook dat veel mensen ook gewoon vragen stellen en die worden inderdaad weer beantwoord door de meer ervaren leden of door ons. Ja, dan voel je jezelf er ook niet alleen op als het eventjes fout gaat. Zelfs Warren Buffett die begint elk jaar zijn aandeelhoudersmeeting met alle fouten die ze vorig jaar gemaakt hebben. Dus wij zijn niet in de illusie dat je alles perfect hoeft te doen, maar geef ook juist de ruimte voor fouten maken. Ik denk dat uiteindelijk wel hetgene is wat ervoor zorgt dat je ook ervaren en beginners in een community kunt hebben. Ik denk juist dat je die reflectie moet hebben om weer beter te worden elke dag. Ja. De meest belangrijke succesvolle competenties van een investeerder zijn denk ik geduld. Die heb je echt sowieso nodig. Emotionele weerbaarheid. En ik denk toch ook wel de competentie om zelfreflectie toe te kunnen passen. Je gaat namelijk hoe dan ook fouten maken. Hè? Warren Buffett die begint elke jaar weer zijn aandelenmeeting met de hoeveelheid fouten die hij heeft gemaakt in het vorige jaar. En dan moet je dus gewoon jezelf goed in de spiegel kunnen aankijken en kunnen leren van je fouten. Daarnaast moet je dus die emotionele weerbaarheid hebben, zodat je niet in paniek alles gaat verkopen of dat je domme emotionele beslissingen maakt. En ja. Is kennis een competentie? Ik zou in ieder geval wel zeggen dat kennis nodig is. Want als je weet dat vanaf 1950 de aandelenmarkt 8-10% rendeert, kan je bijna niet in paniek raken als het een keer 30% zakt. En iemand met kennis denkt van oké, dit is een ideale kans. En iemand zonder kennis denkt, shit, ik heb misschien met geld belegd wat ik niet kon missen. Of nu gaat het echt mis, nu gaat er een grote crisis uitbreken, komt niet meer goed. Nou, je zag het in de coronacrisis.
een jaar later stonden we weer, of een anderhalf jaar later, stonden we op recordniveaus. En juist die mensen die begrepen van bijvoorbeeld de Ajax ging van 700 naar 400. Juist de mensen die daar de kans in zagen, verdienen het geld en de mensen zonder kennis niet. En met Bitcoin is dat iets complexer. Maar moet je eigenlijk meer weten van oké, wat is nou de fundamentele waarde van Bitcoin? Wat gebeurt er in de macro-economie? En als je dat begrijpt, dan ga je er ook meer de waarde van inzien. En ook juist als dan de grote media daar slecht over gaan spreken, of de krant of wie dan ook, dan juist zie je eerder in van oké, Bitcoin 20.000, 30.000 is een kans voor de lange termijn. Want vroeg of laat gaan de rentes weer omlaag, gaan de centrale banken weer printen en wordt Bitcoin alleen maar relevanter. Ja, uiteindelijk hebben we ooit een hele concrete missie opgesteld. En dat is 100.000 mensen financiële basiseducatie geven in één jaar. En hoewel dat misschien een potentieel onhaalbare missie is, laat het wel gewoon zien waar we naartoe willen gaan met het bedrijf. En dat is dat we op een brede zin impact willen gaan maken en ervoor willen zorgen dat mensen financieel de kennis hebben om zichzelf goed weg te zetten voor de toekomst. Omdat je tegenwoordig gewoon zoveel valkuilen hebt met pensioenen die omvallen, met inflatie die torenhoog wordt, overheden die geld blijven bijprinten. Dus dat maakt het super lastig voor mensen om die periode te navigeren. Maar met de juiste financiële basiskennis zou je juist die periode kunnen overbruggen. En ik zou het heel jammer vinden als er mensen in een positie zouden moeten zitten door een gebrek aan financiële kennis, dat ze op hun 65ste elke euro moeten omdraaien en niet meer de dingen kunnen doen waar ze echt van kunnen genieten, terwijl ze wel gewoon hardwerkende mensen zijn die er wat aan hadden willen doen. Dus ja. Eigenlijk gewoon op nog grotere schaal doen wat we nu doen. Dat nog meer mensen zeggen van oké, die gasten zijn eerlijk, transparant. Daar leren we echt hoe beleggen in elkaar zit. En we zijn nu 4 jaar bezig. Binnen 4 jaar heb je nog geen giga vermogens opgebouwd. Maar over 10 jaar dat mensen meerdere jaren met ons meedraaien. En dan durven te zeggen van oké, hun zijn altijd eerlijk geweest. Hebben ons alles geleerd. En inderdaad, onze vermogens zijn over de jaren heen gegroeid. En we snappen het ook. En sommige mensen zeggen na 3 jaar die er veel tijd in hebben gestoken van oké, nu weet ik het wel met een ETF-portfolio of met een crypto-portfolio. Hartstikke bedankt, what's next? En ik kan het zelf. Ja, dat is ook prima. Dus dat is ook een bepaalde mate van impact die we nu nog niet altijd merken. Maar ja, ik denk in de komende jaren door gewoon te doen wat we doen, dat we daar zeker steeds meer de vruchten van gaan zien.